Yo, kijkers van Shadowgames 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie mijn allereerste Minecraft snapshot video. En um, ja, dit is snapshot 13a16v. En dit snapshot is serieus gewoon episch. Want er zijn nu paarden in Minecraft. Er zijn nu hooibalen in Minecraft. Er zijn nu tapijtjes. Er zijn gewoon 1 miljoen. ...dingen hierin toegevoegd wat gewoon super episch is. En uh, ja, als dit het eerste snapshot is van 1.6... ...dan wil ik niet weten wat ze gaan doen. En er uh, ja, komen de snapshot van 1.6. Misschien komen er wel, weet ik van nieuwe mops in of zo. Ze hebben nou dus al paarden, maar ik hoop dat het nog iets van uh, uh, gieren of zo. Gewoon iets van vogels of zo. Weet je wel, dat zou ook gewoon episch zijn. Dus um, ja, maar goed. Ik ga proberen om vanaf nu gewoon altijd snapshot-video's voor jullie te maken. Um, ik ga ze dus proberen om ze zo snel mogelijk te maken. Als het niet meteen um, de eerste dag, op de dag daarop komt... Dan uh, spam dat in de norm en dan heb ik het gewoon te druk met andere dingen. Dus uh, ja, uiteraard staat onder alle Snapshot-video's de downloadlink van dat Snapshot dat ik op uh, ja, dat moment uh, aan jullie laat zien. Dus ja, maar goed, laten we maar eens even gaan beginnen. Goed, als eerste, hier zijn we in mijn Minecraft Snapshot-wereld. Hier ga ik alle Snapshots in doen. Dus uh, ja, nogmaals, ik ga dus alle snapshots van EP6 doen. Dus uh, uiteindelijk ook een grote overview van de hele rotsen. want wel in de snapshots komen allemaal bugs en zo Dus uh, ja, maar goed, je ziet wel, als eerste, de uh, creative uh, ja, menu slash interface heeft nu ook een XP bar. Dat is wel chill, als je bijvoorbeeld mobs dood gaat maken, dan um... ah, ja, krijg je ze ook XP. Ik zal even een uh, zwaard pakken, ga ik het even een beetje demonstreren voor jullie. Even kijken, zo, pak even een Excalibur erbij. Even kijken, zo, oh mijn god, ik sta peaceful, uiteraard. Even kijken, zo, so normal. Oké, wel zombies dus. Wel, als je ze dan doodmaakt, zo. Dan krijg je dus XP. En dat is dus wel enorm handig. Ik weet niet of dit ook inter, uh, uh, je actie gaat hebben met de Envel. Waaronder dus dat je bijvoorbeeld XP-bottles moet krijgen. Volgens mij niet. Maar uh, dat zal allemaal wel. Oh mijn god, het wordt alweer donker. Dash game. Nee, dit is game mode. Um, Timeset. Oh god. Ik moet nog echt wel naar de nieuwe toetsenbord voor mij. Maar hij typt echt gewoon master. Maar goed, dat is dus het eerste ding. Goed, het tweede ding zijn de hooibalen. En je ziet wel, ze kunnen zijdelings geplaatst worden. En uh, ja, het is gewoon super episch. En ik heb geen idee hoe je deze dingen kunt craften. Misschien kun je ze zelfs wel eens uh, in het wild vinden. Ik weet het niet. Maar um, ik heb dus eigenlijk geen idee hoe je ze moet craften. Ik heb ook niet echt veel research naar deze snapshot gedaan. Ik heb er een uh, video gekeken van Ant Venom. En um, wel, hij zei dat hij ook niet kon vinden hoe je um, die dingen craft. Dus uh, ik geloof hem. Dus uh, ja, ik weet niet wat de deal ermee is, maar oké. Okay. Misschien moeten ze dat nog toevoegen, weet ik veel. Ze hebben ook nog geen naam, maar er staat gewoon niet al, uh, ja, randoms. Even kijken, ja, geen naam dus. Goed, wel, um, horse saddles. Wel, ik ga jullie dat eerst maar even laten zien. Goed, want dit is dus het uh, um, zadel van het uh, paardje dus. En wel, ik snap niet waarom ze niet gewoon die normale zadels gebruiken, want dan moet je weer allemaal uh, andere resources gaan vinden voordat je zadels kunt maken. En die ben ik echt niet blij mee, want je hebt gewoon vier letteren nodig. Er is zo'n scheidszadel. en wat letter is, is er zo'n schaars. Hoewel, paden droppen wel letter. Ik weet niet wat de deal ermee is. Is. Maar als je paarden doodmaakt, krijg je letter. Dus ja, uh, yes, het is zo leuk als ze iets van vlees dropten of zo. Maar goed, dit is dus het hele crafting recipe: 5 letter en dan 3 iron ingots. Dus uh, ja, dan heb je een horse cell. Ik neem hem even mee voor straks de demonstratie. Ehm, um, goed, wel horse armor. Want je kunt uh, paarden ook bepanzeren Want Wel, dat doe je door middel van, ehm. Um, uh, of diamond armor, of gold armor, of iron armor te maken. En wel, diamond armor is echt duur. Ja, mijn god. Hoeveel diamonds zijn dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamonds. Holy shit. En een vol. Wel, dan krijg je dus armor voor je knol. En wel, het doet niet echt heel veel extra. Halfdog uh, bij 4, volgens mij. Dus uh, echt gewoon verspilling van diamonds. Uh, gold is wel. Ehm. Uh, um... Denk ik leuk, want wel dat glimpje paard mooi. Dus uh, ja, blink, blink, paard. En uh, wel, dat heeft Godmidst nog. Uh, überhaupt een doel in het leven. Dus ja, ik neem dit ook even mee, want uh, ik ga dus zo meteen nog een heel paardje temmen en zo. Goed, ook. Dit is een trap chest. Oké, okay. zie je hoe. Gewoon gemeen mojang is geweest om dit trap chest te maken. Dus dit kan bijvoorbeeld redstone activeren. Gewoon super nice. Goed, wel. Um, next. Dan ga ik maar eens even een paard spawnen. Even kijken, goed. Spawn een horse. Um, dit is ook best grappig, want hoe meer paarden je spawnt, hoe groter. De kans is dat je op een gegeven moment ook een ezel krijgt. Ik weet het, super falend. Maar uh, er kan dus ook een uh, ezel voorkomen in het uh, uh, spawngeneuzel, dus. Maar goed, dit is dus het eerste paard dat ik spawn. Kijk, je ziet wel, het lijkt enorm op de paard uit more creatures. Beetje blokkerig, maar ja, het is Minecraft. Dus ja, dit is gewoon een, een compleet blok. Gewoon het lijf, gewoon best wel falend. Maar oké, okay, de hoeven en zo zijn wel leuk. Maar goed, um, wat je dus doet om dit paard te temmen is. Um, je hebt weed nodig. En, nou, dat pak ik ook wel vast maar even. Um, je moet zoveel mogelijk wiet voeren aan dit beest. Kijk, je ziet als de mond gaat open en wel, dan slurpt dat beest al het wiet naar binnen. Wacht, ik ga wel even in survival mode. Game mode S. Dus uh, ja, je voert hem gewoon, en ik vind een halve stek of zo Goed, dan um, um, klik je erop met je rechtermuisknop. En wel, als je erop blijft zitten en je krijgt hartjes te zien, zoals je net zag, hoop ik, dan uh, is het paard van jou. En wat je dan dus doet is dan ga je eraf door middel van op je linker shift te drukken en wel dan pleur je een zadel op het beest Oké, okay, wel. Je ziet wel, er komen er wat detail op zijn hoofd. En uh, er komt dus een zadeltje op. Dan ga je erop zitten. En dan kun je hem besturen met WASD. En dan kun je dus op je paard rijden. Best wel chill. Even kijken. Je kunt, by the way, ook springen. Ik begrijp even springen over het hek heen hoor. En uh, ja, hoe spring je wel? Je houdt de Spacebar ingedrukt. En wel, je ziet dat de Experience Bar. Die ligt nu blauw op. Dat is de uh, Springbar van het paard, zeg maar. En laat je die los. Dan springt je paard. En uh, ja, hoe vaker je dat doet. Hoe ja, meer je paard springt. Ik ga even in vijf 5 mode. Holy shit. En paarden vinden het niet leuk om te zwemmen. Dus dus, um, ja, wee, oui. oh, check machtige ros. Ik zie hier gewoon al 50 minigames mee ontstaan. Gewoon echt van die battle. Um, uh, PVP-dingen op paden en zo, best wel chill. Dus, uh, ja, wee. En volgens mij is het maximaal dat de paard kan springen drie blokjes. Dus, uh, ja, ik heb werkelijk geen idee, maar oké. Okay. En, uh, wel. Um, dan ga je bijvoorbeeld even farmen en uh, wel, dan is je paard in één keer weg. Wat ga je daar aan doen? Wel, daarvoor heb je dit touw hier. Uh, het heet nog niks. Dus, ehm... Um, kijk, dit bedoel ik dus, dat paard loopt gewoon weg. Dus, ehm... Um, ja, ik heb geen idee dus hoe je dit moet craften. Maar je klikt gewoon met je op het op de knol. En wel, dan komt er een touwtje aan. En wel, dan kun je dus overal mee naartoe lopen, Lalalala. Zou dat beest ook mee kunnen in het water? Hm, dat zou wel cool zijn. Even kijken. Nee, oké. Okay. Dus als je um, lang wegloopt, dan uh, knapt de touw en dan krijg je ook de touw terug. Dus de knol die moet altijd wel... Um... En mee blijven lopen. Dus ja, En wat je dus bijvoorbeeld doet, is dan maak je bij je farm bijvoorbeeld um, zo'n fencepost. En wel, dan klik je erop met je rechterbuisknop. En dan BAM! Dan zit hij vast aan de fencepost. Dus ja, en wil je er weer op? Wel, dan klik je gewoon er weer op. En wel, dan gaat de touw los. En dan uh, kun je hem gewoon weer oppakken. En dan ga je gewoon weer op je knol rijden. Dus, ehm. Um... Uh, ja, maar goed, ik ga hem dus even bezadelen met armor, even kijken, draft shift, hopelijk gaan ze dat nog wel fixen, even kijken, zo, hup, daar vast, en je knol loopt niet weg, dus dat is enorm handig, goed, ik zou jullie nou even um, uh, laten zien hoe je dus die armor graft, lekker simpel, zo, hup, oké, uh, en, boem, ik weet niet of dit überhaupt de vorm is, qua armor, uh, ja, ik vind, denk ik, uh, iron armor het mooiste, dat lijkt het realistisch, kijk, echt zo'n zo grillig paard heb je dan, dus, ehm, um, ja, en wel, dan heeft je paard dus. Uh, volgens mij wel armor. En wel, je ziet wel waar je in principe je food bar moet zijn. Ze doet de helft van het paard. Als je paard flikkert, dan gaat de helft vanaf. Hij hey, regent wel helft, by the way, jongens. Ik zal jullie even wat gaan demonstreren. Even kijken, sorry. Je kunt ook, uh, by the way, dat ding losknopen als je op de knol zit. Dus um, ja, ik zal jullie even laten zien uh, wat er gebeurt als je damage uh, uh, krijgt. Dus. Kijk, ik ga even de berg beklimmen. En ja, je hoeft in principe niet te springen als je één blokje hoog wil springen. Dus uh, ja, even kijken. Goed, waar kan ik even naar beneden springen? Wel, dit verstaat. Uh, oh, nou ja, of niet? Even kijken, ik moet ergens even afspringen. Kan ik hier ergens afspringen? Ergens een hoge klif? Uh, nee, fijn regen. Ook dat er nog bij. Even kijken, ik lower even mijn sound. Zo. So... Oké, okay, ik kun het dus nog een beetje verstaan. Even kijken. Goed, als je hier dus afflikkert. Uh, nou, hier kan ik eigenlijk wel even flikkeren. Uh, Oké, okay, nee. Oh, maar god, dat paard heeft niet veel health. Kom springmachtige knol. Au, au. Ik suffocate. Oh, mijn god. De oetlul knol Even kijken. jump. Nou, dan gaan we er maar gewoon uitlopen, mijn god. Nou goed, ik neem dus wel damage. Alleen die stomme knol, dus niet. Even kijken. Nou, ik kan dus wel lekker snel bergjes beklimmen. Dat is dus wel handig van dat is een stomme beest. Even kijken, goed, we gaan daar bovenop staan en dan gaan we er van flikkeren. Mijn god. Nog een heel gezeik. Om uh, überhaupt de tutorial te maken. Even kijken. Kijk, dit bedoel ik dus je paard je wil niet in het water. Ik snap het niet, want de paard kan wel zwemmen. Volgens mij dan tenminste, ik dacht dat dat komt. Nou, weet ik ook veel, het boeit me ook helemaal niet. Even kijken, oh mijn god, ik wil niet in de laag springen. Nou goed, um, Gioranimo. dat is een rivier, niet handig. Uh, grunk. Je ziet dus wel, het paard neemt dus damage, ik dus ook. En wel, je paard neemt dus minder damage, omdat hij armor heeft wel. Eens kijken wat er gebeurt als ik hier even lekker... Oh mijn god, ik ben bijna dood, de knol ook. Dus, um, ja, even kijken, uh, shift eraf. Oké, okay, wel, dus als je je knol dood maakt, wat ik je nu dus ga demonstreren... Game modes. Oh wacht, ik kan ook gewoon dit doen. Dash, toggle. Downfold. Dat heb ik nooit begrepen. Waarom niet gewoon Better Sun ofzo? Ja, oké. Okay. Windows. Godverdomme. Kom nog voorbij. Dash toggle. Oh, God. Dash toggle downfold. Boom. Zo. Hallo. Ik wil, ik, wil, ik, wil, ik wil graag de toggle gedownfold hebben. Toggle. Down. 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 Vol. Hup, oké. Toggled. Downfall. Goed zo. Nou goed. Game mode C. Wel, als je dus je knol dood gaat maken. Ik ga hem even ex murderen hoor. Met een wooden axe. Gewoon voor de. Voor de martelheid. Ha ja, ha ja, 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 ja. Je paard bestijgt het ook. Hé, je krijgt dus alles terug. Uh, je krijgt dus ook letter. Paard dropt dus ook letter. Tussen de 1 en 3 volgens mij. En wel, dan krijg je dus de armor terug. Je krijgt het wiet niet terug. Het zadel wordt een normaal zadel. Oké. Okay. Dat is een beetje strange. Oké, okay, wel, dat is dus iets wat ik niet wist. Als je dus een paard doodmaakt, krijg je een normaal zadel terug. Want dat is ook een normaal leuke manier om aan een zadel te komen. Want die kun je in principe alleen vinden in de dungeons. Maar goed, dit is denk ik een bug. Ik ga ze nog wel fixen. Ik hoop het althans dat het faalt wel. Maar uh, ja, even kijken. Ik ga jullie nou even demonstreren. Um, uh, een ezel. Even kijken. Dat is geen ezel. Dat is een babypaardje. Ik heb ook babypaardjes gekregen, Kun je die ook temmen, by the way? Oh, mijn god, hij groeit. manje, manje, eet, eet, grow. Even kijken. Goed, wel even kijken. Ezel. Dit is een ezel. Kun je ook een ezel temmen, by the way? Ja, volgens mij kun je wel een ezel temmen. Uh, zo. Oké, okay, wat well, gaan we erop zitten. Jee, yeah, oké, okay, is van mij. Goed zo. doen we er even een zadeltje uh, op. Je kunt er geen normaal zadel op doen. Dat is wat faal. Dus je moet heel zadel weer opnieuw krijgen. Dus je ja, hebt lekker veel letter en zo verspild. Maar um, ja, Ezel dus. En uh, ja, wel. Dat was dus in principe alles voor de knollen. Dus um, ja, ik ga jullie nou even een alle soort demonstreren. Um, qua. Tapijt, rotzooi dus. Want dit is het tapijt, je ziet wel. Het is ongeveer net zo hoog als een pressure plate. Als je niet op gaat staan, dan gebeurt er niks. Dus um, ja, maar het kan in alle kleuren wol. Dus ja, even kijken, dat staat hier allemaal wel. Alle kleuren wol. Dus um, ja, en hoe maak je dat wel? Dit is dus in principe hoe je het maakt. Ik pak even rood, rooiwol. En dan doe je niet één, maar twee erin. En ik krijg hier niet twee of drie uh, tapijtdingetjes van. Nee, maar één. Gewoon één. Eén. En daar heb je twee vol aan gespeeld. GG. Wat moet je nou met twee? Twee wolven, één zo'n ding. Dat is gewoon slecht. Serieus slecht. En wat ook nog durperig is, is dat als je er iets op wilt plaatsen, je Oh, dat kan er dan mooi op. Dat is dan iets verhoogd. Nee, het zweeft gewoon. Halleluja. Wel schaduw, oké. Okay. Uh, oh mijn god, silverfish. Ook oh, dat nog. Is het ook een silverfish? Ja, Stonebreak Monster Egg. Geweldig. Silverfish. Silverfish. Nou, ik stel even op peaceful, zodat so ga je die silverfish weg. Maar ja, dat is best wel falend. Maar. Um... Oké, okay, ik uh, snap het eigenlijk niet. Hopelijk fixen ze dat. Ik vind het niet erg dat je twee wol moet gebruiken. Maar alstublieft, minimaal zes gewoon. Want dan is het gewoon ook nergens meer goed. Want dan plaats je gewoon wol... Oh mijn god. Dan plaats je ook uh, wol er gewoon in en dan is dat gewoon tapijt. Dat boeit in principe niet. Oh mijn god. Goed, touw dus. Maar uh, ja, even kijken. Uh, zou... Een mop ook... Een paard aanvallen. Wacht even, dit ga ik even kijken. Even kijken, dan span ik even een wolfje zo. Ik weet niet hoor. Dit is gewoon allemaal live wat ik nou doe, jongens. Dit is gewoon even een kleine test. Even kijken: wolf, wolf, wolf. Wolf, oh, wolf. oké. Okay. En dan: boon. Of de boon. Ja, oké. Okay. Dat is Boniel. Heb ik niet nodig. Nou, even in dit zo: Hup, wolfje spannen. Uh, tam, dat wolfje. Hup, 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 hup. oké. Okay. val de knol aan? Oh, kijk, hij valt hem aan. Hij doet er alleen niks mee. Attack! Uh, du, 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 du. Nou, val, val, val aan! Marsh! Attack! Eet hem op! Lekker! Iets lekker! Iets lekker, lekker paardje! Lekker biefstukje! Nou, kijk dus niet, dat moet dus nog gefixt worden! Maar jongens, bedankt voor het kijken allemaal! Hopelijk was het een redelijk goede snapshot-video! Ik probeer deze dingen altijd zo snel mogelijk te maken! Dus als ze niet allemaal even goed zijn, mijn excuus! En hier heb ik ook een kat, by the way! Dus ja! Maar goed, tot volgende keer! Bedankt allemaal! En laat een like achter! En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer Minecraft Snapshot video. Blablabla. Dus ja, later met z'n... Ik ga dit nu allemaal opruimen. Dus ja, laters.